De komende verkiezingen die gepland staan voor 25 mei 2025 kunnen niet gehouden worden. Tenminste, niet zonder aanpassingen in onze kiesregeling. Dit merkte bestuurskundige Eugène van der San gisteren op een publieke discussieavond van de politieke partij DA91. De discussie ging over de consequenties en mogelijkheden na het onverbindend verklaren van delen van de kiesregeling. Van der San zegt dat er al eerder wijzigingen zouden moeten komen in het Surinaams kiesstelsel. Deze wijziging van de kiesregeling moet in de Nationale Assemblée met 2/3 meerderheid worden goedgekeurd. Tot dusver is het duidelijk, neem ik aan. We praten nog steeds over de consequenties van de uitspraak. Zoals u weet, kunnen binnen een democratische rechtsstaat conflicten slechts op 2 manieren worden opgelost. Althans, dat denk ik. 1. Middels consensus, dus overeenstemming. En 2. Via de wettelijke mogelijkheden. Tenzij een derde heeft dat ooit gepland. Chaos creëren kan ook, maar we hebben het niet daarover. Volgens Van der San moet de samenleving weten dat het constitutioneel hof haar bevoegdheid ontleent aan de grondwet. Dit wil zeggen dat in geval het hof een uitspraak heeft gedaan over een staatsrechtelijke vraagstuk of onderwerp, het rechtsgevolgen heeft krachtens de wet en er invulling hieraan gegeven moet worden. In deze huidige kwestie van toetsing van de kiesregeling, met name de artikelen 9 en 24, is het rechtsgevolg dat deze artikelen hun rechtskracht hebben verloren, zijn onverbindend verklaard. Binnen ons staatsbestel, als democratische rechtsstaat, is het de plicht van de uitvoerende macht om ervoor zorg te dragen dat de correcties plaatsvinden in overeenstemming met de uitspraak. De bestuurskundige zegt dat de president belast is met de uitvoerende macht. En dit betekent dat het initiatief van veranderingen in de kiesregeling van de president moet